Wat kun je doen tegen de herrie van je buren? Dit is de Universiteit van Nederland. Stel je voor: je bent lekker naar een concert geweest in een prachtige muziekzaal. En je komt thuis en je hebt echt hartstikke veel last van de herrie van je buren is toch heel vervelend eigenlijk. Hè? En uh, eigenlijk is dit college een soort zoektocht van hoe je om kunt gaan met een gebouw, met het geluid in een gebouw, in het gebouw en ook hoe je het, het overlast van het geluid van buiten het gebouw, van buiten de ruimte kunt minimaliseren. Geluid kan heel verschillend klinken en ik ga jullie nu meenemen naar twee fragmentjes van een trompet. Horen jullie het verschil? Wat, wat vind je het mooiste? Uh, op, wie vindt uh, opname 2 het mooiste? Oh, help. Wie vindt opname 1 het mooiste? Oh, my God. <laughs> helemaal fout. Nee, dat is helemaal niks fout. Maar de eerste opname was in een collegezaal, en de tweede opname was in een concertzaal. <laughs> dus eigenlijk zou het. Mooier moeten klinken, in ieder geval langer door moeten klinken en meer in elkaar overvloeien in die concertzaal. Misschien zijn jullie een beetje uh, behept door de akoestiek hier of zo, ik weet het niet. We gaan nog een testje doen, namelijk met spraak. This is speech test is speech wat vinden jullie beter te verstaan, opname 1 of 2? Wie vindt opname 1 het beste te verstaan? Nou, ja, gelukkig. <laughs> jullie oren doen het goed en de opname ook. Wat was namelijk? Nou? De eerste opname was in een collegezaal. De tweede opname was in een sporthal. En je hoorde dus verschillen tussen die geluiden, terwijl die geluiden zelf exact hetzelfde waren. En waar wordt dat nou door veroorzaakt, dat verschil in geluid? Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door de nagalmtijd. En daar laat ik jullie een formule van zien. En wel deze. T is V gedeeld door 6A. Een hele makkelijke formule, ik zal ik proberen uit te leggen. T in seconden is de nagalmtijd van een ruimte op een bepaalde plaats. Want die kan per plaats wel een beetje verschillen. V is gewoon het volume. Nou, de inhoud van deze ruimte, alles... Lengte, breedte, hoogte en dat allemaal uitgerekend. Dat deel je door 6. Nou, 6 is ook makkelijk. En A is een beetje moeilijker. A is de vermenigvuldiging van alle oppervlaktes, maal de absorptiefactor van dat oppervlakte. En dat dan voor ieder oppervlaktetje opgeteld. Dus we hebben de nagalmtijd van deze ruimte, voordat jullie hier in deze zaal zaten, hebben gemeten. En die nagalmtijd was 0,93 seconden. Maar nu ga ik hem meten, terwijl jullie, met jullie als publiek hier zitten, gaat die tijd waarschijnlijk veranderen. En we gaan hem pas meten nadat iedereen zijn oren dicht heeft, want het is echt een klerenherrie. Dus als iedereen zijn oren goed dicht doet. Iedereen? Ja. Oké, okay, dank jullie wel. En we gaan nu even kijken wat het geweest is. En de tijd is inderdaad lager geworden, omdat jullie hier zitten, en wel 0,71 seconden. Dus het is van 0,93 naar 0,71 gegaan. En hoe komt dat nou? Jullie kunnen je nog de formule in herinneren met de onder die hoofdletter A, en dat is oppervlakte maal absorptiefactor. En jullie zijn onze absorptiefactor, want jullie hebben met je kleding, heb je allemaal dat geluid geabsorbeerd, omgezet in warmte. Dat heb je niet gemerkt, maar het gebeurt wel. En daar wordt, komt het gewoon niet meer terug. Dus je absorbeert dat geluid. En dankzij jullie wordt hier de spraakverstaanbaarheid in deze ruimte een stuk beter. Want we hebben een iets lagere nagalmtijd. En eigenlijk wil je in een spreekzaal een niet zo lange nagalmtijd hebben. Misschien maximaal 0,6, een beetje afhankelijk van de afmetingen van de ruimte. Uh, geluid is, de meeste mensen zullen dat weten, dat zijn golven. Geluiddruk, geluiddrukniveau, daar drukken we de harten van een geluid in uit en dat drukken we uit in decibels. Dus naarmate die geluidgolven een grotere uitslag hebben, hebben wij meer geluiddrukniveau en hebben we meer decibels. Een andere grootheid is, is de frequentie van het geluid en naarmate dat hoger is, de frequentie, naarmate die vaker de golf op en neer gaat, heb je hoger geluid, hoger in toonsoort. En uh, mensen kunnen zo'n beetje het geluid horen tussen zo'n uh, 20 en 20.000 hertz. Dus ze hebben een vrij groot bereik om te horen. Dus bij alle dieren weer verschillend. Uh, even een vraagje. Ik heb hier drie materialen. Ik, of, uh, sorry, drie materialen. Ik kan niet meer tellen. Vier materialen heb ik hier. En uh, dat is tapijt. Dat zijn eierdozen. Dat is een staalplaat. Geperforeerd. En dat is... Mineralenwol. wol. Mijn vraag is: wie denkt dat uh, materiaal 1 het meeste geluid absorbeert? Ik verklap niks, maar ik zeg het wel alvast. Wie denkt dat geluid 2 het meeste absorbeert? De eierdozen. Ja, snap ik. Wie denkt dat geluid 3 het meeste, uh, geluid 3, materiaal 3 het meeste geluid absorbeert? Ja, ik zie daar ja, ook een heleboel vingers. En wie denkt dat staal het meeste absorbeert? Uh, ik zal jullie nu het resultaat laten zien. Even kijken, ja. En dan zie je dus dat het staalplaat inderdaad heel weinig doet. Maar als ik de staalplaat ga combineren met die steenwol, of met die minerale wol, dan gaat hij opeens heel veel absorberen. Want het geluid gaat wel door die gaatjes heen, maar wordt dan heel stevig gevangen in dat. Uh, in dat mineralenwol. Overigens is het een schets, hoor, het is geen exacte waarde. Maar je ziet dus wel dat per frequentie een materiaal anders absorbeert. Um, nu hebben we een beetje over die materiaaleigenschappen gehad. Maar het is natuurlijk heel belangrijk dat je te verstaan bent in een ruimte. En ik kan jullie toespreken zonder versterking. Dat is natuurlijk eigenlijk heel fantastisch. Dankzij ook jullie geduld en jullie aandacht. Is het mogelijk om verstaanbaar te blijven? En uh, hoe dat precies werkt, daar uh, uh, wil ik eventjes nog een animatie van laten zien. Die, dit is een geluidbron. Die geluidbron die geeft nu uh, een geluidtrilling af. En dit is in de open ruimte, dus dat geluid dat verdwijnt helemaal. Als ik hier in de open ruimte zou staan, zonder dat het weerkaatst zou worden het geluid, zou ik niet te verstaan zijn. Dan zou ik echt me heel onnozel moeten spreken. Dan zou ik het niet volhouden om tot het einde van het college te verstaan te zijn. Als je vervolgens alles reflecterend zou maken, dan zie je dat je enorm veel reflecties krijgt. En dat je een weerwaar van geluid gaat krijgen wat je niet kunt herkennen. En dan ben je ook niet te verstaan. En hoe je dan wel een goede zaal zou kunnen maken, dat laat ik aan de hand van dit plaatje zien. Je probeert ervoor te zorgen dat het geluid wat de spreker creëert, dat dat zoveel mogelijk weer wordt richting die zaal. Dus achter mij moeten harde wanden zijn. Die zorgen ervoor dat het geluid bij jullie komt. Maar omgekeerd moet ik er ook voor zorgen dat het via de achterwand... Niet meer weerkaatst wordt en bij jullie terechtkomt, want dan is er een te grote tijdverschil tussen het directe geluid en het indirecte geluid en dan ben je niet meer goed te verstaan. Er zijn ook nog allemaal effecten waar je bij het ontwerpen van een ruimte rekening mee moet houden. Ja, We hebben nu gezien hoe het geluid zich in een ruimte gedraagt, maar een ander effect of een andere eenheid, een andere grootheid is geluidisolatie. Het geluid in de ruimte hebben we het over gehad. Maar je wil ook het geluid, hinderlijk geluid van buiten een ruimte, wil je eigenlijk niet in je ruimte hebben. Als hiernaast een gedrukte verkeersweg zou zijn, dan zou ik het niet fijn vinden. Als ik steeds gestoord zou worden door dat, door, door, door dat verkeer of vliegtuiglawaai. Dat wil je hier niet in deze zaal hebben. Geluid kan dus eigenlijk, dat heb ik al even gezegd, kan geabsorbeerd worden. Maar het kan ook gereflecteerd worden of doorgelaten worden. En hoe het doorgelaten wordt. Uh, ga ik zo meteen in een, uh, even laten zien. Het kan door een luchtgeluid worden doorgegeven. En dan zie je dat dus dat die scheidingswand, bijvoorbeeld de muur naar je buren toe, dat die gaat trillen. En vervolgens komt dat geluid dus van je buren in jouw ruimte terecht. Maar het kan ook door middel van contactgeluid, dus bijvoorbeeld hameren op de vloer of voetstaplawaaien van je buren. Eerst gaat de constructie zelf trillen, maar dat geeft eigenlijk het geluid helemaal aan de hele constructie af. En dat betekent bijvoorbeeld dat je in een flat driehoog boven jou nog steeds kunt horen als een schilderij en op de muur aan het timmeren zijn. Dat draagt heel erg ver door en dat is natuurlijk heel erg vervelend, of tenminste dat kan heel erg vervelend zijn. Wie heeft er wel eens last van zijn buren? Even een vraag. Geluidoverlast van zijn buren. Ja, ja, ik zie toch wel wat vingers omhoog gaan. Is echt niet prettig altijd. Is echt heel vervelend zelfs. Dat is natuurlijk iets heel anders dan die akoestiek in de ruimte. Nee, nu hebben we het over de geluidsisolatie naar je buren toe. En wat wil je voorkomen? Je wil echt verkeerslawaai voorkomen. Je wil vliegtuiglawaai voorkomen. Je wil uh, geluid van je buren voorkomen. Als je te veel last hebt van geluid van buiten, kan dat uiteindelijk. Uh, Echt gezondheidsschade geven. Je kunt echt stress krijgen. is niet gezond voor een mens. Je kunt cognitieve beperkingen krijgen. Je kunt slaapstoornissen krijgen. Je kunt oorsuizen krijgen. En je levensverwachting kan er bij langdurige blootstelling echt jaren korter zijn. Dat is natuurlijk heel vervelend. Dus een goed akoestisch ontwerp en een goede geluidisolatie is niet alleen luxe, maar is eigenlijk gewoon van levensbelang. Dan neem ik jullie nog even mee naar een ander voorbeeldje. Dat is de dode kamer van de Universiteit in Minnesota. En daar hebben we een, een dode kamer gemaakt. En dat betekent, ja, dat heet zo. Dat is een stiltekamer eigenlijk. Die laat absoluut geen geluid door, maar die absorbeert ook 100 van het geluid. En als je in die ruimte zit, hoor je dus je hart kloppen en hoor je het bloed door je aders stromen. De langste tijd dat iemand daarin heeft verbleven is 45 minuten. Langer houdt je het gewoon niet vol. Je wordt er gewoon knettergek in die ruimte. Dat is niet voor te stellen, maar dat is zo. En dat is ook meteen de conclusie van dit college. Een goede akoestiek die is echt heel belangrijk om te kunnen genieten van muziek. Om ook je thuis te, te kunnen genieten van, van het thuis zijn zonder dat je heel veel herrie hebt van je buren. Want herrie van je buren kan heel vervelend zijn. Maar eigenlijk is herrie van je buren nog steeds veel fijner dan nul geluid te horen. En dat is wat je in dit geval zou hebben. En in het volgende college ga ik jullie meenemen of het heel erg knap is dat jullie tijdens mijn college niet in slaap vallen.